ben naar het Erasmus gekomen omdat het eigenlijk het grootste academisch ziekenhuis van Nederland is. Eigenlijk het grootste ziekenhuis überhaupt van Nederland. En dat biedt heel veel mogelijkheden. Dus ook voor AIOS biedt dat veel mogelijkheden, omdat je dan heel veel verschillende ziektebeelden ziet. Maar ook heel veel mogelijkheden hebben om wetenschappelijk onderzoek te doen. Voor mij was op zich wel snel duidelijk dat ik graag academisch opgeleid wilde worden. Zodat er ook een mogelijkheid is om wetenschappelijke verdieping te combineren met klinisch werk op psychiater. Daarnaast staat de opleiding hier erg goed aangeschreven ten aanzien van het goed leren van diagnostiek. De depressies waar je heel goed van leert hoe ze eruit zien en wat een echte depressie is. En ook hetzelfde geldt eigenlijk voor psychoses. Dat je daar heel kritisch ook naar leert kijken, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus deze afdeling heeft een aantal voordelen. Ten eerste is het een gezellige afdeling met een ziekenhuis wat midden in de stad staat. Als je naar buiten loopt, dan sta je meteen in de gezelligheid. En we proberen zelf als ziekenhuis een warm nest te maken, zodat je je goed voelt. En dat je op een veilige manier hier die ruimte kunt zien. Eigenlijk nog steeds een heel inspirerende omgeving. Als je hier dan rondloopt, dan weet iedereen wie je bent. Je bent gekend. En ook wel gewaardeerd om wat je dan hebt gedaan. En dat is heel prettig. Je kan in het Erasmus MC terecht voor 4 keuzestages. Depressie en ECT, zwangerschapsgerelateerde psychiatrie, consultatieve psychiatrie en een wetenschapsstage. De consultatieve dienst krijgt vragen van dokters uit het ziekenhuis en we gaan die problemen onderzoeken. Dus we gaan naar de patiënten toe. We spreken de dokters, de verpleging en de hele range van mensen die om die patiënt hangen. Ik kom met de psychiatrie op verschillende manieren in aanraking. Ten eerste hier op de spoedeisende hulp. Het Erasmus MC is een level 1 traumacentrum. Er komen grote ernstige slachtoffers binnen van zowel ongevallen als mensen met ernstige ziektes zoals leverfalen, levertransplantaties, niertransplantaties, etc. Die patiënten vangen we hier op de spoedeisende hulp. Maar vaak is er ook regelmatig sprake van psychiatrische problematiek. Dus daar vragen we onze psychiatrische collega's om hier op de spoedeisende hulp met ons mee te denken. Ja, als je hier een stage komt doen, dan kom je natuurlijk op alle plekken in het ziekenhuis. Want wij komen tot en met in de verloskamers van Sophia gaan we naar patiënten waar psychiatrische problemen zijn. Maar we komen bijvoorbeeld heel veel op de plekken waar mensen liggen die ernstig ziek en instabiel zijn. Zoals de intensive care's komen we heel veel. We zien allerlei soorten problemen. De grote multitrauma patiënten die met een heleboel fracturen en problemen in bed liggen. Transplantatiepatiënten die bepaalde medicijnen krijgen die effect hebben op hun bewustzijn. De mensen die gewoon langdurig opgenomen liggen hier, die in het kader van chronische ziekte eigenlijk niet willen herstellen. En waarvoor weer andere maatregelen nodig zijn. Dus dat zijn eigenlijk hele afwisselende problemen. Dat maakt het voor ons vaak lastig, maar voor een psychiater heel erg interessant. Als AIOS leer je op onze afdeling de depressieunit van het Erasmus MC Psychiatrie leert natuurlijk heel goed technisch ECT uitvoeren. Daarin word je begeleid door de stafleden. Maar daarnaast leer je ook heel goed de indicaties stellen voor ECT. En de indicaties stellen, maar ook wat zijn de voordelen van ECT, wat zijn de nadelen van ECT. En onze stafleden doen veel onderzoek met ECT. Dus je leert dan als AIOS ook goed de academische setting leren kennen. Ik ben naar Rotterdam gegaan omdat ik georiënteerd wat de beste opleiding was tot psychiater. Nou, dit was een van de opleidingen die daar steeds vast genoemd werd, als ik dat vroeg aan anderen. Maar ook omdat het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg in Rotterdam zit. Dat is een onderdeel van de Erasmus Universiteit. Binnen de afdeling is het dan zo dat ik daar ook heel veel ruimte in heb gekregen. Dat is mijn algemene ervaring ook, dat de assistenten hier ruimte krijgen om hun eigen talent te ontplooien. Nou, het is zeker heel erg uniek dat wij hier de mogelijkheid hebben om moeders die na de bevalling een psychiatrische stoornis ontwikkelen, dat we die hier kunnen opnemen samen met hun kindje. Zwangerschap natuurlijk niet zozeer een lichamelijke ziekte, maar wel een heel belangrijk aspect, omdat dat maakt dat je ook erg moet nadenken niet alleen over de gezondheid van de moeder, maar ook over de gezondheid van het kind natuurlijk, wat in de moeder zit. En je ook geconfronteerd wordt met een hoop, of met de psychosociale omstandigheden waarin het kindje ter wereld
wereld komt. Als het gaat om zwangerschap en psychiatrie, denk ik dat Rotterdam of de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC de place to be is. Gezien die enorme ervaring die we hebben op dit onderwerp. Juist ook omdat we zeg maar, niet alleen een polyklinische, een uitgebreid aanbod hebben, maar daarnaast ook de dagbehandeling en de mogelijkheid hebben om die moeder samen met hun kind op te nemen. Als artsassistent kan je hier klinisch werk combineren met klinisch relevant onderzoek. Wat echt direct gekoppeld is aan de patiënt die je in de spreekkamer hebt zitten. Als je denkt aan het doen van wetenschappelijk onderzoek en je hebt belangstelling bijvoorbeeld om te promoveren, dan kan dat hier vrij makkelijk. I have to say the Erasmus is within the country and throughout Europe really a very special place. I think a big part of that reason is sort of twofold. One, there's really a critical mass of people in the field that we're in terms of studying brain diseases. En ook als je echt meer wil weten over een bepaald ziektebeeld, dan is het gewoon handig om een nationale expert op de afdeling te hebben, of zelfs een wereldexpert op een bepaald subgebied zoals postpartum psychose. Omdat je dan echt net dat beetje meer kan leren dan dat je op een andere afdeling zou leren. En dat maakt jou zelf tot een betere psychiater en ook mogelijk wat wetenschappelijk georiënteerd. En maakt het ook makkelijker, denk ik, om na je opleiding een plek te vinden die bij jou past. For a student who is interested in opleiding in psychiatry, in training to become a psychiatrist, if their goal is really to be at the cutting edge of research and to be able to participate in a serious way in teaching and to have the highest standard of clinical care, it's just, this is a wonderful, wonderful place. Het is vaak zo dat als we mensen vragen die hier komen, ja, die zijn meteen enthousiast als ze zien hoeveel mogelijkheden hier zijn. En dat ze echt een stage op maat kunnen maken. Een stukje polykliniek, een stukje dagbehandeling, onderzoek combineren, zowel preklinisch als klinisch onderzoek. En juist die mogelijkheid om de stage precies zo te maken zoals jij het hebben wil, ja, is denk ik heel aantrekkelijk voor nieuwe